Welkom bij het 9e college Fonologie. Tot nu toe hebben we het gehad over structuren. Structuren die we representaties noemen. We hebben het gehad over de manier waarop klanken in elkaar zitten. We hebben het gehad over de manier waarop lettergrepen in elkaar zitten. We hebben het gehad over de manier waarop woorden in elkaar zitten. Voeten, hogere structuren dan woorden, frases en uiteindelijk utterances. Hoe die in elkaar zitten. De studie van representaties, waar we ons tot nu toe op hebben gericht, gaat over de interne structuur van een woord. De interne structuur van een vorm, van een morfeem, misschien wat je ook wilt. Om een representatie te bestuderen kun je één vorm bekijken. Nu, in de komende paar colleges, gaan we ons richten op een complementair aspect van de studie van fonologie en eigenlijk de studie van alle vormen van grammatica, namelijk wat we noemen computatie. Dat is de vergelijking van twee vormen. De vergelijking van hond in het enkelvoud hond en honden in het meervoud honden. We gaan ervan uit dat dat twee manifestaties zijn van iets wat we zien als hetzelfde. Hetzelfde morf, hetzelfde morfeem. Dus twee manifestaties van hetzelfde. Hoe verhouden die twee manifestaties zich tot elkaar? Wat is hun onderlinge relatie? Dus iedere studie van grammatica gaat over die twee aspecten. Aan de ene kant, hoe zit een vorm intern in elkaar? En in de tweede plaats, hoe verhoudt die vorm zich met andere manifestaties van dezelfde vorm? Datzelfde woord, datzelfde morfeem in andere fonologische contexten in ons geval. En om dat goed te begrijpen is het belangrijk om in te zien dat er twee soorten van ideeën zijn over hoe woorden eigenlijk in ons hoofd zitten. En daar is de afgelopen decennia heel veel discussie over geweest. Er is heel veel gepraat over op welke manier zit een woord nu eigenlijk in je hoofd. Er is discussie geweest en die heeft ertoe geleid dat je zou kunnen zeggen twee scholen hebt. Je hebt allerlei verschillende visies, maar die zijn vrij makkelijk te groeperen in twee verschillende, vrij radicaal verschillende manieren van kijken. Namelijk de ene die zegt, we hebben het morfeem hond op een bepaalde manier in ons hoofd zitten. Op één manier in ons hoofd zitten. Uiteindelijk zullen we zien dat die manier is hond ongeveer. Of eigenlijk de kenmerken van de H, de kenmerken van de O, van de N en van de D. Fonologische kenmerken. En de andere verschijningsvormen van dat morfeem, dus in dit geval hond, zijn daarvan, zoals we noemen, afgeleid. Je hebt één vorm, je hebt het woord op één enkele manier in je hoofd zitten. En als je dan gaat praten, dan pas je die vorm aan de context waarin je het woord wil uitspreken. En dat aanpassen gebeurt op een soort volkomen regelmatige manier. Er is een regelmaat in het Nederlands dat woorden niet op een D kunnen eindigen als je ze uitspreekt. In ons geheugen zitten ze soms wel met een D, bijvoorbeeld honden. En dan verander je er iets aan onderweg naar de uitgang. En de uitgang is dan je mond. Nog steeds wel in je hoofd gebeurt die verandering, maar dat zit dichter op een bepaalde manier bij de concrete instructies die je uiteindelijk geeft aan die spieren die hier allemaal zitten. Dat is één manier. De andere manier van zien is, nee, je hebt niet één vorm in je hoofd, je hebt zelfs niet twee vormen in je hoofd. Dus je hebt zelfs niet alleen maar hond en honden allebei in je hoofd. En met een soort verdeling over de ene zeg je in het enkelvoud en de ander zeg je in het meervoud. Het ene zeg je aan het eind van het woord, het ander zeg je voor een klinker. Maar je onthoudt eigenlijk alle vormen die je ooit hoort. Iedere keer als je hond hoort, onthoud je dat. Iedere keer als je iemand het woord hond hoort zeggen, stop je dat in je hoofd. En misschien glijden langzamerhand heel oude herinneringen weg. Maar het woord hond zit in je hoofd als een wolk, zo noemen we dat dan. Een wolk van alle keren dat je iemand hond of honden hoorde zeggen. Met heel precieze en concrete fonetische details daarbij. Dus dat zijn de twee manieren. De ene is, je hebt feitelijk maar één vorm, een abstracte vorm in je hoofd. En de andere zegt, je hebt een heleboel concrete vormen in je hoofd. Welk van die twee is nu juist? Dat willen we natuurlijk weten. En daarover is dan ook ja, echt al een paar decennia lang discussie. Heftige discussie soms. En in ieder geval zijn daar dus die twee scholen. Dat betekent die scholen zijn ook zelfs niet eens altijd per se helemaal met elkaar in discussie. Maar wie heeft er nu gelijk? Ja, daar is dus nog geen consensus over. Maar ik denk dat je wel kunt zeggen dat we langzaam in de richting gaan van een consensus. Dat is denk ik wat ik zie gebeuren. En waarbij trouwens Nijmeegs onderzoek, bijvoorbeeld op het Max Planck Instituut en bijvoorbeeld van mijn collega Mirjam Ernestus, vroeger van het Max Planck Instituut, tegenwoordig van de Radboud Universiteit, een belangrijke rol speelt. En die zegt, ja, een compromis tussen die twee is eigenlijk niet mogelijk. Hè? Dus het is of één abstracte of een heleboel concrete. Ja, maar die eigenlijk zegt, het is allebei tot op zekere hoogte waar. Het is allebei, we slaan woorden op allebei die manieren op. Voor allebei is evidentie. Er is evidentie dat we ontzettend veel kunnen onthouden. Dat we misschien wel zo ongeveer alles onthouden dat we tegenkomen. Dat we inderdaad onthouden hoe andere mensen woorden hebben gezegd. En dat we ons daaraan aanpassen. Een soort chameleon effect. Je kent dat misschien wel. Sommige mensen hebben dat sterker dan anderen. Als je dan aan de telefoon zijn, dan kun je horen met wie ze aan het praten zijn. Dat is ook experimenteel wel vastgesteld. Dus je laat mensen dan een lijst met woorden uitspreken. En dan meet je waar in de mond ze die woorden hebben gezegd. En dan laat je ze luisteren naar andere mensen die aan datzelfde experiment hebben meegedaan. En daarna laat je ze het nog een keer doen. En dan de tweede keer zit iedereen met die plaats in de mond waar ze het uitspreken dichter bij het gemiddelde dan de eerste keer. Dus de wolk is in het eerste geval groter, wijder dan in het tweede geval. En we kunnen natuurlijk, je kunt mensen herkennen aan de precieze manier waarop ze klinkers uitspreken. Je kunt horen wat voor een emotionele staat iemand is. Dus we hebben een soort oor voor dat soort fonetisch detail. En nou ja, dit soort experimenten laten dus zien dat we dat ook daadwerkelijk wel degelijk gebruiken. En in dat experiment was het, geloof ik, zelfs zo dat niet alleen onmiddellijk nadat je die andere mensen hebt gehoord, zit je dichter bij het gemiddelde, maar ook later nog, als je een paar dagen later terugkomt, en het gaat over woorden die je niet ondertussen door een heleboel andere mensen weer hebt horen uitspreken, zie je dat effect nog steeds terug. Dus je wordt altijd beïnvloed door mensen met wie je praat. Je wordt misschien niet zo beïnvloed door video's, maar je wordt wel, want dat is eenrichtingsverkeer, maar je wordt wel beïnvloed door concreet, fysiek met mensen in gesprek zijn. En ja, dat is dus vrij scherpe evidentie voor dit soort modellen. En zo zijn er tal van experimenten gedaan de afgelopen decennia die laten zien dat fonetisch detail wel degelijk onthouden wordt, dus wel degelijk in ons hoofd zit, dat het invloed heeft op de manier waarop we praten. Maar er zijn ook allerlei aanwijzingen dat we die vormen ook abstract opslaan. Dat in het geval van hond, honden, een soort speciale eigenschap heeft. Dus een soort centrale eigenschap dat de andere vormen daar in zekere zin van zijn afgeleid, daardoor worden beïnvloed. En dus die twee dingen zijn moeilijk met elkaar te verenigen, behalve door te zeggen, misschien is het wel allebei waar. En ik denk de manier waarop ik er naar kijk, ik weet niet of dat nou helemaal precies de meest centraal is, maar ik denk wel weer een vrij Nijmeegse, is we hebben dus in het taalsysteem hond in ons hoofd zit als h-o-n-de en daar dan de kenmerken van. Een soort van abstracte representatie die we gebruiken bij het gebruik van het woord hond in taal om betekenis uit te drukken en om betekenis uit te rekenen. Er zit ergens in ons hoofd een soort verbinding tussen klankvorm en betekenis en die lijkt gelieerd te zijn door zo'n abstracte vorm. En tegelijkertijd onthoud je alles, zo'n beetje alles wat er gebeurt, sowieso kennelijk. En als mensen praten, gaat die concrete vorm waarop je dat hoort, wordt gelabeld, wordt getagd met in ons geval dat abstracte label en daar dan de kenmerken van. Dus, je onthoudt alles wat er gebeurt en wat er taalkundig gebeurt, dat wordt gelinkt op een bepaalde manier aan de taalkundige representatie. Zo denk ik dat het in elkaar zit. En nou, dat heb ik nu al een paar keer gezegd, dat is niet de consensus kijk, maar er is geen consensus kijk. En ik kan jullie alleen maar geven wat ik het meest plausibel vind. Nou, dit lijkt mij dus het meest plausibel. Nu is het ook zo dat die concrete, die talloze concrete fonetische representaties, die gebruiken we om precies te praten. Ik denk dat we die eigenlijk heel erg vooral gebruiken voor sociolinguïstische doelen. Om te praten zoals de mensen om ons heen praten. Om ons aan te passen aan de mensen om ons heen. Om de concrete vorm te kiezen waarop we die abstracte vorm uiteindelijk realiseren. En die concrete vorm heeft veel te maken met onze sociale behoeftes, zal ik maar zeggen. En dat soort representaties, dus die fonetische representaties, dus die concrete fonetische representaties. Ik geloof dat de mensen die daarmee bezig zijn soms eigenlijk een beetje naïef zijn. Die doen dan alsof dat het geluid zelf is. Maar het is natuurlijk niet het geluid zelf. Er zit geen geluidsgolven in je hoofd. Het is toch nog weer iets anders. Het is een soort neuronale representatie daarvan. Het is zoals een soort spectrogram of zo'n soort plaatje van, waarbij je waarschijnlijk ook weer bepaalde details weglaat. Want er zit namelijk in geluid uiteindelijk oneindig veel details. Dus het is wel degelijk abstract op een bepaalde manier, maar het is veel concreter dan die fonologische representaties. Je kunt daar, bij wijze van spreken, als je het ergens in je hoofd zou kunnen vinden, dan zou je van dat plaatje weer kunnen omzetten met een synthesizer een precieze concrete geluid, terwijl je de kenmerken voor H, O en D, ja, die zijn nog niet het geluid van mijn stem. Die zijn nog niet de manier waarop ik het woord hond zeg. Hoe dan ook, hoe die concrete representaties eruit zien, dat is meer het onderwerp voor andere colleges, voor het college fonetiek, voor een college sociolinguïstiek. Er is een apart vakgebied, dat heet sociofonetiek, dat dus speciaal gaat over dat inzetten van fonetiek voor sociale omstandigheden. Ik denk dus dat dat cognitief gezien de belangrijkste functie is van die fonetische representatie, van die concrete representaties, is een sociologische. En de functie van die abstracte representaties is een grammaticale, zou ik zeggen. Dus is de aansluiting met de morfologie en de syntaxis vinden. We richten ons hier dus primair op die abstracte representaties. Dat hebben we in de colleges tot nu toe feitelijk altijd gedaan. En dat zullen we blijven doen. Die abstracte representaties zijn dus in zekere zin te abstract. Zelfs voor de grammatica. Want het woord hond zit er maar op één manier in. En dat je hond met een, namelijk met een D, en dat je hond met een T uitspreekt, is een grammaticale regel. Waarom? Het is iets dat je weet, dat je geleerd hebt en dat categorisch is, dat absoluut is. Dus je spreekt rat, het woord rat is dubbelzinnig. Het is dubbelzinnig tussen de betekenis van het enkelvoud van ratten en van het enkelvoud van raderen. Dus als ik rat zeg, kun je niet horen welk van de twee ik zeg. Het schijnt overigens in laboratoriumomstandigheden soms wel gehoord te kunnen worden, maar ja, ik zeg rat, jullie weten niet welk van die twee woorden ik nu zeg. Je spoel de video terug en probeer het nog een keer. Sterker nog, ik denk dat ik, als ik deze video ook zelf ooit nog weer eens terugkijk, dat ik dat zelf niet eens weet, welk van die twee ik zeg. Het is dus iets absoluut, categorisch. Het is iets dat ik weet. Het is daarmee een onderdeel van de grammatica die ik in mijn hoofd heb zitten. Er is dus een afbeelding gaande van die abstracte, die heel abstracte vorm hond naar de iets minder, maar nog steeds betrekkelijk abstracte vorm hond. En dan dus dat hond wordt uiteindelijk weer fonetisch geïnterpreteerd en daar is speelt waarschijnlijk dus die enorme wolk van voorbeelden die ik eerder heb gehoord een rol in. Maar het gaat nu even om die twee vormen. De eerste noemen we een lexicale vorm, omdat dat de vorm is die in je interne lexicon zit, in je interne woordenboek zit. Dus een lexicale vorm. En soms noemen we hem ook wel de onderliggende vorm. Dat is om een soort historische redenen over hoe we denken over die grammatica. En de daarvan afgeleide vorm, die kun je noemen de afgeleide vorm, of ook wel de oppervlakte vorm, omdat die dichter zit bij de fonetiek. En de fonetiek beschouwen we dan als de oppervlakte, want is meer rechtstreeks waarneembaar. Dus de vorm hond in het woordenboek is niet rechtstreeks waarneembaar. Daar komen we aan door redenering. En het woord hond zit heel dicht bij wat we rechtstreeks kunnen waarnemen, namelijk concrete uitspraak van het woord hond. Vandaar oppervlaktevorm. Dus lexicale vorm en oppervlaktevorm. Die twee zijn aan elkaar gerelateerd. En omdat we dat nu gaan bestuderen, dus de relatie tussen twee vormen, zijn we bezig met computatie. Dat is het onderwerp van de komende paar colleges, zoals gezegd. Dus hoe leggen we precies die relatie? Hoe drukken we die relatie uit? Wat denken we dat er ongeveer mentaal gebeurt tussen het moment dat je een vorm hebt opgehaald in je woordenboek en het moment dat je het klaar hebt staan om uitgesproken te worden? Nu gaan we ons bezighouden met de vraag, hoe vinden we eigenlijk zo'n onderliggende vorm? Hoe weten we wat de onderliggende vorm is? In concreto, in dit geval, hond, honden. Hoe weten we welk van de twee vormen, hond, honden, hier de onderliggende vorm is? Er zit een soort filosofische vraag bij, dus hoe weten we eigenlijk dat hond en hond, dus hond en honden, dat hetzelfde morfeem is? Daar gaan we nu een beetje aan voorbij. We gaan ervan uit dat als twee vormen veel op elkaar lijken in vorm en op een bepaalde manier gedefinieerd dezelfde betekenis hebben. Heeft hond dezelfde betekenis als honden? Ook dat is weer een filosofische vraag. Aan die vragen gaan we nu een beetje voorbij. We gaan ervan uit dat we dat weten. Oké, dus we weten dat honden in honden hetzelfde is als hond in hond. Hoe bepalen we dan wat de onderliggende vorm is van dat morfeem? Die twee dingen zijn allomorfen, zijn verschillende instanties van dat morfeem. Hoe bepalen we nu? En de hypothese is dus één van die twee is lexicaal. Één van die twee is opgeslagen in het woordenboek. Één van die twee is onderliggend. Hoe weten we nu welk van die twee? Nou, er is een soort stappenplan voor. Het stappenplan is dat het in ieder geval één van die twee is. Dus stap 1 is verzamel, bij de vraag wat is de onderliggende vorm, verzamel alle instanties van dat morfeem, alle klankmanifestaties van dat morfeem. Dus bij het morfeem kat ben je betrekkelijk snel klaar, want kat duidt eigenlijk altijd op als kat. Kat, katten, altijd kat. Dus kat is de onderliggende vorm van kat, de lexicale vorm van kat. Kat is opgeslagen in je hoofd als kat en daar dan de kenmerken van. En hond, daarvan weten we in ieder geval dat, nou, we hebben de vorm hond, we hebben de vorm hond in honden. En dat zijn de twee vormen die er zijn. Dus gaan we ervan uit dat één van die twee de lexicale vorm is. Er is in sommige talen misschien wel sprake van dat het heel ingewikkeld, dat er onderliggende vormen zijn die eigenlijk zelf nooit aan de oppervlakte komen, omdat er in het ene woord aan het begin iets verandert en in het andere woord aan het eind iets verandert aan zo'n onderliggende vorm. Dit is een beginnerscollege, dat soort complexe gevallen komen we niet tegen. Dus je kunt ervan uitgaan, een onderliggende vorm is één van de vormen die je aantreft. En ook als je ooit zelf veldwerk gaat doen naar talen, kom je daarmee uit. En er zijn ook fonologen die zeggen, er is niet zo'n soort abstractie dat je onderliggende vormen hebt die anders zijn dan vormen die ooit aan de oppervlakte komen. Oké, ga daar maar gewoon van uit. Dus hond, voor hond, honden is de onderliggende vorm heeft of een T of een D. Welk van die twee? Dan zetten we de volgende stap in het stappenplan en die is, je kiest diegene waarvoor de verandering om naar de oppervlakte te komen het begrijpelijkst is. Het makkelijkst te verklaren is. Nu hebben we gezien dat er een fonetische verklaring is voor de verandering van D naar T aan het eind van een woord, aan het eind van een lettergreep. Een T is dus de gaat gepaard met het doorgaan van je stembandtrilling. En dat is gewoon moeilijker te maken. Het is moeilijker te horen. Een T is makkelijker aan het eind van het woord. Dus er is een soort fonetische motivatie voor die verandering van D naar T aan het eind van het woord. Dat is een soort argument om te zeggen, oké, dan is misschien de onderliggende vorm de minder logische. Maar het is in dit geval geen voldoende argument, want van T naar D tussen een N en een E, zoals in honden, is eigenlijk ook heel logisch en natuurlijk. Want een N laat je stembanden trillen, een E laat je stembanden trillen, dus dat je dan bij als er een T zou staan, dat je die dan als een D-achtige klank zou uitspreken met ook stembandtrilling, zodat je stembanden niet uit en aan hoeft te zitten bij wijze van spreken, is ook heel begrijpelijk. En komt ook voor in talen van de wereld. Dus dat is niet voldoende argument. Je kunt kijken naar dit soort argumentaties. In dit geval is het niet voldoende. Maar in dit geval hebben we, behalve het woord hond, ook het woord kat. En als we nou dus zouden zeggen, bij hond is de onderliggende vorm die met een T. En we leiden daarvan af die met een D. Namelijk voor een klinker wordt de T een D. Dan kunnen we niet begrijpen waarom in kat die T niet ook een D wordt. Waarom kat niet wordt kadden. Dus als de onderliggende vorm bij hond een T is, ja, de kat heeft ook onderliggend een T. Dus die T's zouden zich hetzelfde moeten gedragen. En dat is de reden waarom we aannemen dat de onderliggende vorm bij hond een D is. Want er zijn in het Nederlands geen andere woorden die onderliggend een D hebben, waarbij die D nooit verandert. Dus we kunnen zeggen, oké, hond heeft onderliggend een D, die verandert aan het eind van het woord in een T. Er is geen enkele uitzondering op die generalisatie dat een D verandert in een T. Dat is ook hoe ik feitelijk tot nu toe hierover heb gepraat. Maar dit is dus de motivatie daarvoor. Er zijn woorden die een onveranderlijke T hebben, kat. Er zijn woorden die een veranderlijke D hebben, hond. Maar er zijn geen woorden die een onveranderlijke D hebben. En dus is die D vrij, als het ware, voor de onderliggende vorm van hond. Oké, dus dat is het stappenplan. Verzamel alle oppervlaktevormen van een morfeem en kies dan die oppervlaktevorm als onderliggende vorm, waarvoor de verandering naar de andere oppervlaktevorm grammaticaal het eenvoudigst is. Dit is vrij moeilijk te doen. Het is niet onmogelijk te doen. De meeste studenten die leren het binnen een week. Maar het is wel nuttig en nodig, denk ik, dat je daarvoor een beetje oefent. En het oefenen gaan we nu meteen dan ook even doen. Dus kijk naar deze vormen uit Ashéninka Campa. Een indianentaal die goed gedocumenteerd is en waarover dus ook best veel fonologisch werk bestaat. Je ziet een linker rijtje met zelfstandig naamwoorden en een rechter rijtje met diezelfde zelfstandig naamwoorden, maar dan met een circumfix. Dus een prefix en een suffix, die samen weergeven eerste persoon enkelvoud possessief, bezittelijk voornaamwoord. En de vraag is, wat zijn de onderliggende vormen van al deze verschillende morfemen? Nou, van dat circumfix is het betrekkelijk simpel. Het prefix is altijd no, het suffix is altijd ti. Dus dat zijn de onderliggende vormen. Dat is stap 1 in het stappenplan. Er is geen verandering. Dus de onderliggende vormen zijn gelijk aan de oppervlaktevormen. Maar het zit anders voor de nomina. Kijken we even naar het rijtje met nomina. Dan zie je dat to in to niro, dat blijft ook hetzelfde. Of je dus nu zegt to niro of not to niro ti. Dat blijft altijd hetzelfde. Dus, conclusie is weer, onderliggende vorm van toniro is toniro. Hetzelfde geldt voor yarato. Yarato, no yarato, ti. Blijft hetzelfde, onderliggende vorm is hetzelfde. Maar dan, kanari. Kanari betekent grappig genoeg kalkoen in het Ashéninka Campa. Oké. Maar dus kanari heeft twee vormen, namelijk kanari en janari. Dus ik kan ook zeggen janari heeft twee vormen, kanari en janari. Dus dit morfeem voor kalkoen heeft twee vormen, kanari en janari. Welk van die twee is onderliggend? Nou, als het janari zou zijn, dan zouden we moeten zeggen, de J verandert in een K, bijvoorbeeld aan het begin van een woord. Maar dan zouden we een probleem hebben met het vorige woord, dus die zwarte bij. Want yarato, daar verandert de J aan het begin van het woord niet in een K. Terwijl als we zeggen, de onderliggende vorm is een K, dan kunnen we zeggen, die K verandert in een J, bijvoorbeeld tussen twee klinkers. Dat is een veel voorkomend proces in talen. Dat heet lenitie, tussen twee klinkers worden medeklinkers wat slapper. Een J is wat slapper, is wat sonorder bijvoorbeeld dan een K. Als we dat nu zeggen, dan de volgende vorm, kossiri, noyosiri, die kunnen we op dezelfde manier begrijpen. De onderliggende vorm van kossiri is dus kossiri. Dus we hebben hier een eenvoudige afleiding, eenvoudige proces. We weten nu wat de onderliggende vormen zijn. Als het woord begint met een T, dan is dat onveranderlijk. Als het woord begint met een J, is dat ook onveranderlijk. Als het woord begint met een K, is die K veranderlijk en gevoelig voor dat proces dat lenitie heet. Lenitie is een begrijpelijk proces, maar bovendien, ja, dus er is zelfs inherent aan Ashéninka Campa, is er gewoon aan deze data, is er geen andere conclusie mogelijk. Oké, gewapend met deze kennis gaan we door naar de volgende taal. Dat is Kikuyu, een oude bekende uit onze colleges over toon, Bantu-taal. Ook hier weer zie je een aantal vormen. En is de vraag, wat is de onderliggende vorm? De vraag gaat hier alleen over het prefix. In Kikuyu hebben alle werkwoorden in de infinitief een prefix. Wat is de onderliggende vorm van dat prefix? Nou, dat prefix is dus niet onveranderlijk, anders zou die vraag heel oninteressant zijn. En we zien ook dat sommige woorden beginnen met he en andere woorden beginnen met ke. Een prefix, waarschijnlijk is de onderliggende vorm van het prefix, heeft ook nog die o, want die hebben alle vormen met elkaar gemeenschappelijk. Het is dus ro of ko, het prefix. Daar komt het op neer. Welk van die twee is onderliggend? Nou, we kijken naar die vormen. Ro, tenera, tenera. Oké. Rokua. Oké. Rokora. Oké. En dan koruya. Dus de vraag, wat hebben die eerste drie vormen nu? In welke opzicht zijn die anders? En een belangrijke tip hierbij is dat je eigenlijk altijd kijkt naar vrij lokale omstandigheden. Iets wat moet natuurlijk komen uit de stam, want iets anders is er niet. En het is logisch om te kijken naar de eerste medeklinker van de stam. En de eerste drie woorden beginnen met een T of een K. Met andere woorden met stemloze plosieven. En de derde begint met een R. Misschien is dat het verschil. Nou, dan gaan we kijken naar alle andere vormen. Kooria. Oké, die begint met een klinker. En Komenya, die begint met een nasaal, M. En Kohota, die begint met een H. En nu kunnen we dus zeggen, oké, tot nu toe zijn alle vormen die we hebben gezien met Go, daar begint de stam met een stemloze plosief. En alle vormen die beginnen met Go, beginnen met een of andere medeklinker. Nou, en als we dit rijtje verder helemaal langs gaan, al die andere vormen ook bekijken, dan blijft die generalisatie staan. En ik denk ook eigenlijk dat het moeilijk is om een andere generalisatie te maken. Dus ro hebben we voor een stemloze plosief en ko hebben we in alle andere omstandigheden. Nu geldt in ieder geval dat je kunt zeggen, ja, in alle andere omstandigheden, dat is eigenlijk een slecht teken voor onderliggende vorm zijn. Dus we hebben één vorm die Eén van de twee vormen komt voor in een heel precies gedefinieerde deelverzameling van omstandigheden. De andere komt voor in de rest. Dan moet je je voorstellen dat dus de vorm die niet onderliggend is, is afgeleid door iets. En het is logisch om te zeggen, je wordt afgeleid in een bepaalde concreet gedefinieerde context. En niet in alle andere contexten, niet in een negatief gedefinieerde context. Alles wat geen stemloze plosief is. Dus je wordt veranderd in een specifiek gedefinieerde context. Voor stemloze plosieven. Dat suggereert dus dat ko onderliggend is en dat ko in een specifieke context, namelijk voor stemloze plosieven, verandert in go. Daar is, zelfs als je dit niet weet, Dus zelfs als je dat nou even niet ziet, dat de ene een specifieke context is en het ander een soort de rest, dan zijn er in deze dataverzameling nog andere aanwijzingen dat dat zo is. Want als de verandering andersom was, dus een ge verandert in een ke, als dat de verandering zou zijn geweest, een ge verandert in een ke voor een niet-stemloze plosief, dan, ja, wat doe je dan met een woord als Kogaya? Dus daar staat een ge voor een niet-stemloze plosief, voor een j. Waarom verandert die dan niet? Dus ook hier geldt weer, er zijn onderliggende vormen met een ge die onveranderlijk zijn, lijken te zijn. Ook al staan ze in de context waar je anders een verandering zou verwachten. Er zijn niet zulke vormen met een ke, onveranderlijke ke. Er is één werkwoordstam, als ik het goed zie, met een ke, koora. Oh, en ook hetoka. Maar hetoka, daar staat die k, ja, daar komt niks meer naar die k, dus dat is weer niet zo interessant. Maar koora is een interessante context. Die k is onveranderlijk, maar die staat ook in een context waarin je verwacht dat hij onveranderlijk is. Ja? Dus er zijn tegenvoorbeelden te vinden tegen verandering van ge naar ke in een bepaalde context, namelijk die werkwoordstam Gaia. Maar er zijn geen tegenvoorbeelden tegen verandering van k naar ge. Conclusie, in alle opzichten is het logischer dat de k verandert in een ge. Nou, om het af te leren nog een derde voorbeeld, Koreaans. Ook hier weer, je ziet een rijtje voorbeelden, je ziet de imperatief en je ziet de conjunctief van werkwoorden. En de vraag is, wat zijn de onderliggende vormen? Wat je moet weten over Koreaans is dat dat drie soorten laryngaliteit heeft. Dus waar wij alleen maar hebben be en pe, hebben zij zoiets als be, zoiets als pe en zoiets als pe. En die pe wordt weergegeven hier met een haatje. Die be wordt weergegeven hier met een accentje. En de pe wordt weergegeven zonder accentje. Dus be is een p met een accentje. Pe is een p met een haatje. En pe is p zonder allebei die dingen. Nou, dat is dus van belang. Wat zijn de onderliggende vormen? De onderliggende vorm van de imperatief is makkelijk. Dus alle imperatieven eindigen op een e en de conjunctieven niet. Dus zal dat wel de onderliggende vorm zijn. Daar verandert ook nooit iets aan. Geldt ook voor de imperatief suffix. Dat is altijd kennelijk go. Dus die k met zo'n accentje. Verandert nooit. Klaar. Maar wat is nu de onderliggende vorm van de werkwoorden? Nou, iep is ook weer makkelijk. Verandert ook nooit. Is dus altijd die p zonder een accentje. Dus iep is i, p zonder accentje. Koebe is ook weer hetzelfde. Verandert nooit. Dus geen probleem. Maar dan kapha wordt en kapko wordt. Kapha wordt kapko. Kapha en kapko. Er zijn twee onderliggende vormen. Kap met een haatje en kap zonder haatje. Welk van die twee is onderliggend? Nou, als de p zonder haatje onderliggend zou zijn, zou je moeten zeggen, die duikt dus op in de imperatief, bijvoorbeeld tussen twee klinkers of voor de schwa of wat dan ook. Maar dan is de vraag, waarom gebeurt datzelfde niet met iep en koep? Dus is het logischer om te zeggen, de vorm met een haatje, p, die is onderliggend. En de andere vorm is daarvan afgeleid. Kennelijk voor een medeklinker verliest zo'n medeklinker zijn haatje. Verliest zijn aspiratie, zoals dat heet. Verliest zijn specifieke laryngale kenmerk. Dan tatko. Nou, dat is altijd tad. Dus dat is, moet zo'n t zijn zonder accentje. Puthe, putko. Ook weer hetzelfde verhaal als daarnet. Hier duikt zo'n haatje op. Dat haatje moet onderliggend zijn. Anders kun je data niet goed begrijpen. Tjoeke, tjoeko, ook weer ike, iko, verandert niks aan het werkwoord, dus zal dat wel de onderliggende vorm zijn. Dan taga, taga, tago, ja, daar verandert dus weer iets, daar zijn weer twee onderliggende vormen, taga, tak, go, dus tag en tak, twee onderliggende vormen. Maar ook hier is de redenering eigenlijk weer hetzelfde als die we daarnet hebben gezien, namelijk de onderliggende vorm kan niet die zijn van de k zonder accentje, want dan zouden die werkwoorden tjoek en ik onbegrijpelijk worden. Dus moet ook hiervoor gelden, ook dat wat die stemhebbendheid waar dat accentje voor staat, ook die moet verdwijnen voor een k. Dus er zijn werkwoorden die eindigen op een onderliggende medeklinker zonder accent. Er zijn werkwoorden die eindigen op een medeklinker met een haatje. En er zijn werkwoorden die eindigen op een ge. En die verschillen verdwijnen, worden geneutraliseerd is de vakterm, worden geneutraliseerd, verdwijnen voor een andere medeklinker. Dat is eigenlijk de enige logische conclusie die we uit deze dataset kunnen trekken. Dat lijkt dus, Koreaans lijkt dus een beetje op final devoicing, heeft een soort van final devoicing, aan het eind van een lettergreep zou je kunnen zeggen, het gebeurt dit. Alleen ook de aspiratie is onderhevig aan datzelfde proces. Dus het is niet alleen maar final devoicing, het is delaryngalisering, zoals dat heet. Goed. In het boek worden nog een aantal andere voorbeelden uitgewerkt. Werk daar doorheen. Probeer ook vooral zelf daarover na te denken. Kijk naar zo'n dataset en probeer te achterhalen wat denk ik nu dat de onderliggende vorm is. Want daarop gaan we volgende keer in de volgende video weer voortbouwen. Want dan gaan we de afbeelding van de onderliggende vorm naar de oppervlaktevorm bekijken. Wat gebeurt er nou precies in je kop om van de ene of als we eenmaal weten, want je weet als je, ik bedoel wij moesten het nu achterhalen, als leerder moet je het achterhalen, maar als spreker weet je dat hond onderliggende D heeft, hoe kom je nu tot de T die je uiteindelijk uitspreekt?